Hallo allemaal, dit is Alberta en welkom bij een nieuwe GTA Wolbrietjes. Vandaag gaan we een vijftal Wolbrietjes bekijken en dit is de eerste in een boot. Trouwens, Merry Christmas, gelukkige Pasen, wat je ook wil zeggen, maar een fijne feestdag in ieder geval allemaal. We gaan dus beginnen in deze boot. Het gaat voor mij een aantal keren lekker mis, want ik spring mis erin. En dat is het lastige van deze glitch ook. Je hebt er niet zoveel heel veel aan. Hij is gewoon leuk om te zien. Maar je moet wel goed kunnen springen. Dus daar gaan we nog een keer. En natuurlijk spring ik nog een keer mis. Natuurlijk. Als je er dus eenmaal op bent, kan je er dus uiteindelijk gewoon inspringen. En kan je ook door de vloer van de boot heen kijken. Wat wel heel leuk is. Voor deze volgende Wolbrietje heb je een motor nodig, want je moet een klein stukje omhoog staan om hierin te springen. Je kan hier verder niet zo heel veel, je kan niet schieten, maar je kan er wel verstoppen. En je kan er ook nog eens makkelijk uitvallen, want je moet precies op dat randje terechtkomen waar ik zo meteen op land. Nou, nu komt het leuk, spring maar eens op je motor. Probeer maar eens, het is moeilijker dan je denkt. Als je er dus eenmaal in zit, kan je op het randje staan en kan je je verstoppen. Voor deze volgende Wolbrietje heb je een hoge auto nodig, want we gaan ons verstoppen in de Aziatische supermarkt, denk ik dat het is, hier in Los Santos. Je parkeert de auto hieronder en je kan er dan zo inspringen. Je kan hier niet uitschieten, of niet of nauwelijks, want je staat goed verstopt erin. Maar verder is het wel weer een leuke verstopplek als je wil verstoppen voor andere spelers. Voor deze volgende Wolbrietje heb je weer een motor nodig. En zoals jullie zien bij mijn motor nu, is die flink stuk. Want je moet die motor in dat stukje krijgen om weer een klein stukje omhoog te kunnen springen. Dan sta je er eenmaal in, wat een tijdje duurt, loop je rustig door en kan je hier gewoon schieten. Maar loop niet te ver door, want dan gebeurt er dus dit. En ben je dus de lul en kan je weer opnieuw beginnen. Ik spring wel goed, kom op, je kan het. Ja! Nee, als je er dus in bent, loop naar rechts en je kan dan daar gebruik maken van de Wolbrietje. Een klein stukje doorlopen. Yes. Nou, hieruit kan je niet schieten. Alle kogels blijven gewoon liggen. Dus dat is wel jammer. Voor deze volgende Wolbrietje gaan we een club in, of een restaurant, ik weet niet precies wat het is. Maar je hebt een auto nodig, want je springt dan zo erin. Loop dan niet te hard door, want dan val je eraf. De beste manier, even rennen, terugrennen, is je auto goed recht te zetten. Want dan kan je aan de linker en de rechterkant kan je er dan langs springen. Nou, ik ben echt een kei hierin, je ziet het al. Maar als je dan hier aan de rechterkant springt, hoepatee, dan val je op een randje en kan je dus wel schieten. Je kan er namelijk ook uit de muren schieten, dus je kan ook andere spelers killen.
dit was het weer voor deze keer. Ik wens jullie nog een fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Als ik nog geen filmpje maak, wie weet komt er nog wel een filmpje om jullie gelukkig nieuwjaar te wensen. En ik zie jullie graag natuurlijk volgend jaar terug met de nieuwe Wolbreaches. Doei, doei, doei!